Het gaat nu een beetje lang duren. Ja, want ik dus, moet... de mensen willen graag aan de bingo. Ja, en ik dus ook. Ik ga u even heel snel doorheen helpen. We nemen u terug in de tijd, meneer Dom. We gaan terug in naar uw jeugd. U bent een jongetje van 10, 11 jaar pakweg. En u gaat 's ochtends vroeg naar school. U heeft een ontbijtje gehad. En daar gaat u, hoor. Nou, we hadden bij ons thuis geen ontbijtje, hoor. Geen ontbijtje. Er was er bij ons thuis niet bij een ontbijtje. Ik heb nooit een ontbijtje gezien bij ons thuis, hoor. Dat was je nest uit en op sodemieten. We gaan eens gezellig ontbijten met z'n allen. Dat is er bij ons thuis nooit bij geweest, een ontbijtje. Het was jammer genoeg, maar ik heb het nooit gezien, een ontbijtje. Andere tijden misschien? Maar een hele andere tijden, kan ik wel zeggen. Nou, nooit een ontbijtje. Voor het verhaal is het niet belangrijk. Voor het verhaal misschien niet, maar voor mij was het erg prettig geweest om een ontbijtje te hebben. Ik heb het gewoon niet gekregen. Er was bij ons geen ontbijtje bij. Nooit een ontbijtje gezien. Nooit, nooit. Nou, gelukkig is het tegenwoordig ook op je verjaardag. Anders. Verjaardag, nooit. Meneer Dom, vergeet het ontbijtje. Ik hoef het niet te vergeten, we kregen het niet. Er was gewoon geen ontbijtje bij. Duidelijk. Nooit een ontbijtje. We gaan toch naar school, meneer Dom. Ja. Uw moeder staat nog even te zwaaien bij het tuinhekje. Tuinhekje? We hadden thuis geen tuinhekje. Geen tuinhekje. Nee, we hebben nooit een tuinhekje gehad. We hadden ook geen tuin, dus dat moet je dan met een tuinhekje. Nee. Maar een beetje raar als je een tuinhekje hebt en je hebt geen tuin. Hè? Nee, als je een tuin hebt zonder tuinhekje, dat zou nog kunnen natuurlijk. Maar als je een tuinhekje hebt, maar als je een tuin, je vraagt het ook niet. Maar wie hebben voor je verjaardag een tuinhekje? Wat moet je met een tuinhekje? We hebben geen tuin. Nee, dan zit je in de meneer Dom, een tuinhekje. We vergeten het tuinhekje. Ik hoef het niet te vergeten, we hadden helemaal geen tuinhekje. Dat sta ik u net te vertellen. Ja, maar ik hoor nu de schoolbel gaan, dus we moeten nu wel een beetje op gaan schieten. U gaat nu naar school, uw moeder staat te zwaaien op het balkon. We hadden geen balkon. We hebben nooit een balkon gehad. We hebben altijd graag een balkon willen hebben, maar we hadden geen balkon. Oh, nou, jammer. Onze buren hadden wel een balkon, maar wij hadden zelf... Ik ben er zo pijnlijke wijze achter gekomen dat we geen balkon hadden. Er werd een keer bij ons thuis gebeld en mijn moeder doet open. Toen lag ik voor de deur. Ze zegt, waar kom jij nou vandaan? Ik zeg, van balkon. Ze zeggen, we hebben helemaal geen balkon. Toen heb ik het nog twee keer geprobeerd, maar inderdaad, ze had gelijk. We hadden helemaal geen balkon. Okay. Maar dat zeg ik, onze buren hadden dus wel een balkon, maar die hadden een heel eigenaardig balkon. Die hadden een balkon dat was ondersteboven tegen de muur aangeplakt. Ja. Was in de tijd was de bouwtekening op zijn kop gehouden, of hoe dan ook, in ieder geval. Die hadden dus een balkon, daar kon je onder staan. Daar heb je weinig aan een balkon, moet je opstaan. Ja. Leuk, sta je op. Maar als je eronder moet gaan staan, ziet niemand dat je staat te zwaaien. Je kan wel zwaaien, maar niemand ziet het, want je staat in donker natuurlijk. Okay. Dan kan je beter een afdakje. Een afdakje, daar ga je onder staan. Dat is niet gek, je gaat niet op een afdakje. Daar gaat nooit iemand op een afdakje staan. En zeg maar, onder een balkon is nog veel gekker natuurlijk. Goed. En dan gingen ze met zaklantaarns onder een balkon om elkaar toch te kunnen zien. Ja. Je hebt niks aan een balkon, nee, ondersteboven, daar heb je weinig aan. Totaal zinloos. Het enige voordeel van een balkon ondersteboven is dat er kan niks afvallen, want je kan er ook niks opzetten. Nee. Dat is eigenlijk het enige voordeel wat je meneer Dom, elk voordeel heeft zijn nadeel. Ja. We gaan nu naar school, meneer Dom, en dan zit u op een... Op een pony. Dat sta ik u net te vertellen. Ik heb mijn leven lang met een pony omgegaan. Ik heb altijd een pony gehad. Ik was zo groot, had ik al een pony. Dat was zo leuk. Ik had namelijk een pony gekregen van mijn oma. Oh. Mijn oma die werkte op een boerderij als garnalenplukster. En die had mij een pony gegeven. En die had ik ook een grappige naam gegeven, die pony. Die had ik genoemd Pony Sinclair. Nee. Dat is natuurlijk uiterst geestig als je een pony hebt en je noemt het dan Pony Sinclair. Want je had ook in de tijd zo'n zangeresje. En die heette Pony Sinclair. Dus dat was een leuke coexistentie. Ja. Dat leek erg op elkaar natuurlijk. Heel, En er was van alles aan de gang met dat zangeresje. Die stond voortdurend in de bladen. Er was allemaal misgegaan en foute boelen. Die was aan de gang geweest met een of andere gesjeesde de quizmaster. En dat was helemaal uit de rails gegaan. En de bladen schreven erover. En de stukken met foto's erbij. De mensen gaven het allemaal op straat. Heb je het al gelezen? Als ik misschien ook even mag, Ik weet uit hele betrouwbare bron dat zij alleen maar met hem gezongen heeft, hoor. Ja, voor het zingen was die al op natuurlijk. Ah, was een slimme vogel natuurlijk. Nee, daar letten die wel op. Maar goed, ik sta er nou over te praten, maar het is een oud verhaal. Heel natuurlijk. Oud verhaal, het is, je hoort er niks meer van. Nee, dus, niets meer. Van alle twee niet meer trouwens. Dus het is een, misschien maar... Over. Maar omdat u erover begint, ik denk ik ga er misschien maar beter. Door, dus u ging op de pony naar school, meneer Dom? Ja, wat inderdaad. Leuk. Vertelt u ons er iets meer over? Nou, ik ging op de pony naar school en dat was wel leuk. Want dan mocht ik hem ook altijd van de meester binnenzetten. Ik mocht hem meenemen de klas in de pony. Ja, binnen. Buiten werd hij gejat natuurlijk. Ja, heb ik een keer gehad. Had ik hem buiten laten staan, vergeten op slot te zetten. En toen kwam ik in de pauze weer terug. En toen hadden de jongens van de zesde klas mijn pony boven in de lantaarnpaal gehangen. Nou, zie die er dan maar weer eens uit te krijgen natuurlijk, hè. Had ik wel zo'n ponylokdoosje, maar dat reageert hij al lang niet meer op. Dus dan gingen we met de hele klas rond de paal staan en dan zongen we... Pony, kom je naar beneden. Maar
Hij hield zich goed vast in die palen en dan zette hij zijn nageltjes in die palen. Ja. Dan kreeg je bijna allemaal dat zoog vast. Dan kreeg je dat ging vacuüm, vacuüm. Ja, daar kan je op wachten. Ja, had waren... u niet beter de brandweer kunnen bellen? De brandweer bellen? Ja, dat had ik gedaan in zo'n geval. Nou, ik denk niet dat ze je bij de brandweer erg serieus nemen als je opbelt om te vertellen dat je pony boven in een lantaarnpaal hangt, denk ik ook niet. Ik denk niet dat ze dan gelijk uitdrukken met z'n allen, lijkt mij, hè? Nee, die pater had toch gelijk. Tja. Een heel orkest op de bühne zijn. Ja, ja. Dan ontgaat u niks, hè, meneer Dom? Nee. Meneer Dom. Ja. We zijn u erg dankbaar dat u even de tijd hebt willen nemen. Dan ga ik nu terug. Even wat willen overbruggen. Heel graag. Heel hartelijk dank. Graag nog gedaan. Vele gezonde jaren bij de deur. En goed. Namens ons allemaal hier aanwezig. De hartelijke groeten aan de pony. En geef hem een lekkere winterpeen. Wat is er? Wat is er? Wat is er nou? Dat had ik beter niet kunnen zeggen. Wat dan? Pony. Is, u heeft hem niet meer? Niet meer, de pony is... Oh, hij is niet... Hij is overleden. Oh, sorry. Hij is overleden, de pony. Oh. Het is even een pijnlijk moment. Ja, nee, sorry. Dat kon ik niet weten. Oh, dat spijt me nou. Het schiet ineens even vol, ja, natuurlijk. Begrijpelijk. In dat moment dat je er niet aan denkt, maar als je erover maar zo, begint... Met de kerstdagen? Ja, ik heb hem 15 jaar gehad. 15 jaar? Ja, dat is een hele tijd natuurlijk. Ja, dan ga je hechten aan zo'n dier. Vriend. Een vriend. Vriend. Ja, ja, u zegt het. Vriend. Och. Vriend. Nou. Ja, dat was een vriend. Ik heb hem ook zelf begraven. U heeft hem zelf begraven? Dat vond ik wel netjes na 15 jaar om dat zelf te doen. Dat moet een hele zware klus geweest zijn. Hele zware klus, kan ik u zeggen. Dat wil ik best geloven. Ja, dat was zeker een zware klus. Ik heb 3 kuilen moeten graven, dus u kan wel nagaan. Dat is een... 3 kuilen? Een flinke klus geweest. Waarom 3? Die eerste 2 waren te klein. Dus dan sta je toch... Nee, meneer Dom, ik leef met u mee. Nou, dat weet u goed te verbergen, maar... Nee, een beetje emotioneel misschien. Ja. Sorry, meneer Dom, dat het gesprek zo'n wending heeft gekregen. En nogmaals, we wensen u hele fijne dagen. En we hopen dat u gauw weer een trouwe viervoeter... Wat is er? Wat heb ik nou weer gezegd? Hij had maar 3 pootjes. Ja, maar die kunnen ook heel lief zijn. Hij stond altijd in de hoek van de stal. In de hoek? Al. Waarom in de hoek? Dus viel hij om natuurlijk. Oké, het kwam allemaal weer goed. Ja. Rustig. Ja. Het zit u ook niet mee, hè? Je hebt wel eens van die... Oké, nou meneer Dom, u heeft ons nog. En misschien dat u toch weer gauw een leuk huisdier vindt. En hartelijk dank. Ja. En dat woordje, dat vergeten we maar. Van die fiets, ja, dat vergeten we maar. Dat zag ik al toen ik binnenkwam, dat de fiets moest staan. De bromfiets en de fietsstart en de bak. U zag het al toen u binnenkwam? Natuurlijk zag ik dat al. Waarom zei u het niet? Ik wou niet dom overkomen. Terug naar de deur. Als die man met die bingo-prijzen komt, dan stuur ik hem wel weer. Nogmaals bedankt, hoor. Ja, het is goed. Dank u. Geef nog even een applausje, meneer Dom.